Aan het begin van deze week konden we met het zonnetje erbij en nog een vrij dikke kleding heerlijk buiten op het terras zitten. Maar het contrast met het einde van de week kon bijna niet groter, want toen hadden we veel bewolking en ook perioden met regen. Met dat verschil wil ik nog even uitlichten dat we in deze 30-daagse weersverwachting natuurlijk gebruik maken van weekprognoses van het Europees Weermodel. En dat er binnen zo'n week dus hele grote verschillen kunnen optreden, wat de berekeningen soms wat onzeker maakt. En dat het Europees Weermodel dan ook met een niet heel overtuigend signaal komt. Nou, dat gaat in deze video ook wel aan bod komen, want vooral op de langere termijn is er behoorlijk wat onzekerheid. Maar als we eerst even naar die wat kortere termijn gaan kijken, dan valt aan de luchtdrukverdeling op dat ten westen van ons land overwegend lage luchtdruk voorkomt. Depressies die op de Atlantische Oceaan tot ontwikkeling komen met de straalstroom worden meegevoerd. En er zijn een aantal weermodellen die in de loop van volgende week, dinsdag, woensdag, in de buurt van Ierland echt een stormdepressie laten voorkomen. Die zou dan eventueel ook een naam kunnen krijgen. Dat wordt dan Anthony, de letter A, de eerste van de stormnamenlijst. Dus voor volgende week zit er wel wat wisselvalligheid in de pijplijn. Als we dan nog even naar de rest van Europa kijken, valt op dat het Azorenhoog vrij stevig in het zadel zit, zorgt voor stabiel weer in het zuiden en zuidwesten van Europa. En ook boven Scandinavië zijn het de hoge drukgebieden die over het algemeen de boventoon voeren. Nou, en die hoge drukgebieden kunnen ook een connectie met elkaar aangaan. En dat zorgt dan voor een rug van hoge druk. Komt ook wel relatief dicht bij Nederland in de buurt. En dat kan ervoor zorgen dat die lage drukgebieden wel iets meer in westelijke richting worden weggeduwd. Nou, als we dan even naar die week daarna gaan kijken, dan valt op aan de weerkaart dat die hoge drukinvloeden toch wel een beetje aan de winnende hand lijken. Het is niet een heel overtuigend signaal, 0 tot 5 hectopascal boven het gemiddelde. En ook voor de derde en vierde week berekent het Europees Weermodel geen significante afwijking. Dat kan dus ook aanduiden dat er binnen zo'n week hele grote verschillen optreden. Nou, dan het neerslagpatroon. Lage drukgebieden, wisselvalligheid gaat natuurlijk gepaard met flink wat regenwater. Vooral de Britse eilanden krijgen in dat geval de volle laag 10 tot 30 mm in die omgeving. In Nederland bevinden we ons dus net een beetje aan die flanken van al die wisselvalligheid. En in het zuiden van Europa, waar de hoge drukgebieden aanwezig zijn, daar is het juist wat droger dan gemiddeld. Dus ga je voor een paasvakantie richting het Middellandse Zeegebied, dan zul je daar toch overwegend droog en zonnig weer aantreffen. Nou, en op het moment dat die hoge drukinvloeden in onze omgeving ook wat gaan toenemen, dan gaat dat drogere weer ook onze omgeving bereiken. En dat zien we ook voor de periode van 17 tot 24 april. In een groter deel van het westen van Europa iets minder neerslag dan gemiddeld. En dan zien we ook wel dat die lage drukgebieden dan een beetje afgebogen worden. En dat ook de westkust van Noorwegen iets meer regen dan normaal kan verwachten. Nou, dan natuurlijk de temperatuur daarbij. Zo midden april is 12 tot 15 graden in Nederland klimatologisch gezien gemiddeld. En met een zuidwestelijke stroming kan daar wel eens 1 tot 3 graden bij opkomen. En op zo'n zonnige en droge dag kan dan misschien de eerste 20 graden wel eens aangetikt worden. Opvallend aan deze kaart is ook het centrale deel van Spanje en Portugal. Daar zelfs 10 graden boven het gemiddelde. Daar werd de afgelopen weken al geregeld 30 graden aangetikt. En die hitte lijkt ook nog in die omgeving een beetje rond te waren. Nou, ook op de langere termijn, daar hebben we het over begin mei, ook dan nog een afwijking van zo'n 3 graden boven het gemiddelde in onze omgeving. En begin mei hebben we het in Nederland over 15 tot 18 graden. Nou, het is dus even de vraag of die rug van hoge druk of die stand weet te houden op de langere termijn. Want voor week 3 en 4 is er over het algemeen weinig significante afwijkingen te zien in de weerkaarten. Wat temperatuur betreft lijkt het relatief mild te blijven met dus kans op die eerste 20 graden. Maar aan het einde van april komt dus die onzekerheid in de weerkaarten voor en kunnen er dus binnen zo'n week ook grote contrasten voorkomen.